Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer een heel mooi herfststuk maken. Een herfststuk die je in 3 verschillende maten kunt bestellen. Dus voor ieder wat wils. En heb je zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar blijf je te hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En ik zie dat heel veel van mijn kijkers niet geabonneerd is. Echt 50% niet. Dus druk eventjes op die abonneerknop. Daarmee help je mij groeien. En dan zorg jij ervoor dat ik dit soort video's voor jullie blijf maken. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. En dan gaan we nu gauw beginnen. Zoals ik al zei, kan je het in 3 verschillende maten bestellen. Ik heb heel leuke ondergronden, een beetje een industrieel dienblad. Dit is de grote variant, dan heb je nog middel en een kleine variant. Ik ga vandaag de grote opmaken, maar wat ook bijvoorbeeld heel leuk is, is om er zelf een étagère mee te maken. Dus dat je 3 maten maakt en dan bovenop elkaar, dan maak je de bovenkant, laat je de bovenkant vrij, laat maar zeggen. En dan steek je maar de zijkant op. Maar vandaag ga ik de grote variant opmaken. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst plaats ik even wat plastic onder de oase, omdat het anders gaat lekken en dan komt het straks op het schaaltje. En dat zal natuurlijk jammer zijn. Het is van hout met ijzer eromheen. Hier komt het blok oase op en deze gaat 1 keer door midden. Zoals je ziet hebben we hem dan mooi ingepakt. De buitenkant kan je met allerlei dingen afwerken. Je kan mos kiezen, je kan mooi touw of lint kiezen. Maar vandaag ga ik het afwerken met dit jute lint. En daarin zitten lampjes, dus dat is natuurlijk super gezellig. Zoals je ziet. En dat doe je er straks gewoon, die doe ik er op het laatste moment omheen, maar ik wil het vast laten zien. Het lampje zorgt dat je altijd een beetje binnen hebt, dat je niet alles, dat je het kastje niet ziet. Kijk, dan wordt het al super gezellig. Maar je kan er zelfs 2 keer omheen. Je kan hem niet afknippen door de lampjes. Maar dit maakt hem heel stoer en super kleurrijk. Dat is natuurlijk super mooi en dat kan je straks zo even vastzetten met een krammetje. Maar we gaan eerst het bloemstuk verder opmaken. Dus dit leg ik eventjes aan de kant. We gaan een stuk maken in de hoogte. Het lijkt nu een beetje gek omdat je de zijkant dus kaal hebt. Maar je kunt zien dat we dat straks mooi gaan opmaken. Eerst steek ik mooie kangeroepootjes in de hoogte. We gaan in mooie herfsttinten werken. Super mooi. Wel kleurrijk, dus niet alleen oranje-rood, maar ook met roze erbij in. Vind ik altijd heel mooi. In de herfstkleuren. En zorg dat je materiaal goed tot zijn recht komt. Dus kijk waar het mooi uitkomt. Dan heb ik prachtige roze limonium en die steek ik ook in de hoogte. En deze kleurencombinatie doet echt mooi bij elkaar. Zoals je kan zien. En je verdeelt gewoon de takken die je hebt. Een hele mooie basis, mooi speels. Dan heb ik Craspedia bolletjes in het koperkleurig. Die steek ik ook in een lengte erin op 3 plekken. En dat koper dat laten we straks ook nog weer terugkomen door het andere materiaal. En dat maakt het al warm, past mooi bij de herfst, maar ook al een beetje richting de kerst. Een kleine tint naar de kerst. Duurt nog eventjes, maar past heel mooi in dit geheel. Dan heb ik een prachtige roze bottle. En deze die zet ik iets lager in het stuk, maar wel in de hoogte.
En de zijtakjes kan je gewoon verdelen. Zoals je ziet werken we dan op verschillende hoogtes. En krijgt dan alles mooi een plekje. Het wordt echt een herfsttuintje. Ik heb hierbij ook prachtige distels en die verwerk ik apart. Dus niet in één tak. Ze zijn vaak zo'n vertakte tak, maar ik gebruik ze één voor één. En die verdeel ik ook rond in het stuk. En ik kijk dus weer naar waar die mooi qua hoogte tussen past. Zodat er geen bloemen in de verdrukking komen, maar mooi speels en open blijft. Ik heb daar wat hoogte, dus ik wil eigenlijk aan deze kant ook nog een klein beetje hoogte. Er zit toevallig net een langere tak tussen, dus die laat ik wat hoger. Dan mooie roze granen. Breng er wat kleur in het stuk. En de middelste doe ik wat korter dan de buitenste. Prachtig lijnenspel krijg je zo. Dan gebruik ik wat rode hyperken. Ik haal even de grote bladeren eraf. En zoals je ziet heb ik dan een takje wat een beetje vertakt is. Ik wil deze korter gaan verwerken, dus ik kan de zijtakjes ook weer gewoon gebruiken. Kijk dus eventjes hoe jouw product is. Soms kan het ook zijn dat het gewoon één volle bol is. Je kijkt dus goed naar hoe het eruit ziet. Maar het blad haal ik er helemaal af. Dan gebruik ik wat appeltjes en deze zet ik op stok. En die verdeel ik er ook laag onderin. Soms is dat wat lastiger verwerken omdat je even moet kijken waar die mooi tot z'n recht komt onderin. En het stokje kan je best in delen gebruiken. We gaan de appeltjes of ook de vruchtjes eventjes op stok zetten. En deze hier plaatsen. En daarbij heb ik ook weer, ik zei net al, dat we het koperen weer mooi terug zouden laten komen. Nou, ik heb hele leuke bolletjes die hier dan weer mooi bij passen in zijn geheel. En die zetten we ook in het stuk. En je ziet dat het dan mooi, een heel mooi kleurig geheel wordt. En ik heb nog mooie dadeltakjes. Die leg ik er ook bij tussen. En dan vult de onderkant zich mooi op. Je kan eventueel vastzetten met een krammetje. Kijk daar wat een mooi herfstpracht het dan wordt.
Zoals je ziet wordt hij heel mooi vol en rijk gevuld door de herfstmaterialen. Maar door de hoogteverschillen krijg je wel een heel speels effect. Ik voeg ook nog eventjes wat oranje granen toe. Die maken de herfstkleur even helemaal af. En op die manier krijg je, omdat hij zo'n strakke lijn heeft, een heel mooi lijnenspel. En ik kan dus om het oase heen, doe ik dus het jute touw of het jute lint met lampjes erin. En het jute touw kan je even vastzetten met een krammetje door er voorzichtig doorheen te prikken. En het kastje van de lampjes zet ik erachter, zodat je die niet ziet. Waar nodig kan je hem wat strakker vastzetten met een krammetje dus. En hoe prachtig is dan dit geheel? Hoe super mooi. Mocht je nu nog wat oase zichtbaar hebben, wat bijna niet het geval is, omdat hij zo vol is, maar omdat je net misschien door het jute lint nog net wat oase ziet, kan je eventjes een beetje mos doen. Dit geeft ook een mooi natuurlijk effect. Dus dat is natuurlijk ook mooi in het geheel. En hoe gaaf is het herfststuk dan? Met de mooie sfeerverlichting is het echt een heel mooi geheel. Ik vind hem echt prachtig geworden, ook door het lijnenspel en de herfstmaterialen bij elkaar. Iets dat brons koper kleurtje erbij in, maakt het helemaal af. Dus super gaaf. Je kan hem dus in drie kleuren of drie maten bestellen. Dit is dus de grotere variant, de middel en de kleine variant. En dan kan je hem eigenlijk op dezelfde manier opsteken. Wanneer je de kleine variant doet, dan zal misschien het lint wel iets te groot zijn. Maar je kan hem natuurlijk vaker eromheen wikkelen. Wil je dit pakket nu bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Nou hoop ik dat jullie dit wel een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op dit kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's. En laat eventjes weten wat je van deze video vond. Ik ben heel nieuwsgierig. Hebben jullie al zin in een kerstvideo? Laat het dan ook eventjes hieronder weten. Misschien vind je het ook nog wat vroeg. Mag je dat ook laten weten. En dan zien jullie mij bij de volgende video weer.